Okie dokie. Daily Challenge Titles. We zullen eens gaan zien wat het gaat brengen vandaag. Dit. Als ik geen andere dingen tegenkom. Nou twijfel ik erover. Ik wilde zeggen dat dit Nieuw-Zeeland is. Maar wat ik daar zag staan, dat komt niet helemaal overeen met dat idee. We zullen zien. Misschien dat het trouwens wel... we zullen zien. Weet je, ik ben er vrij van overtuigd dat we nog wel iets meer gaan zien dan dat ene bord wat we gezien hebben. En ik hoop dat dat ene bord, dat wat we nog gaan zien, dat me dat in ieder geval wel wat meer informatie geeft dan dit. Want ik ben nou een beetje verscheurd tussen Nieuw-Zeeland en wellicht Ierland of zelfs, ik denk niet dat dit Man is. Maar ja, dat helpt vrij weinig, denk ik. Nee, dit helpt wel. Dit helpt wel. Ja. Waar zit dat? Ik weet dat dat in... Ik denk te weten dat dat in... in dingen zit in... in Ierland. Serieus? Is dat niet Ierland? Is dat dan... Wacht. Voordat ik zo meteen dingen ga doen waarvan ik spijt heb. Nee, dat is echt 100% Ierland. Wacht. Is dat? Maar als daar laat ik hem expres in Ierland staan. Want ik kan nou zitten twijfelen aan mezelf. Zou ik dat misschien niet moeten doen? We zullen zien. Was het Ierland? Het was Ierland. Oké, gelukkig. Ik weet niet waarom ik in één keer compleet... Ik had het idee dat Bangor dat het altijd een veel grotere stad was, maar... ik heb niet eens gekeken. Oké. Dit zou kunnen duiden op Letland of Litouwen. Ik denk dat dit bord al wel eens vrij snel uitsluit zal wat geven. Dat geeft eigenlijk heel weinig uitsluitsel. Moet ik heel eerlijk zeggen. Dat was nou niet wat ik verwacht had dat het zo... Dat is die stad. Nou, dat ga ik niet vinden. Nogmaals, mijn... Hallo? Kunnen we al verder vooruit of niet? Dat zou wel fijn zijn. Ook al zou het een blinde vlak zijn. Dat is voorlopig is het mijn gok. Maar het zou zo ook maar eens. Ja, wat zou het zomaar ook eens kunnen zijn? Dat is een beetje. Er is niet iets anders dan ik kan bedenken, Letland of Litouwen, in combinatie wat ik voor de verdere rest zie, zeg maar. En ook niet met die naam, zeg maar. Ik kan me nog wel voorstellen dat dit soort wegen, dat we dat tegenkomen ergens in Amerika of zo, weet je. Dat zie ik nog wel gebeuren.
Maar niet met de naam van de stad die we net zagen. Die ik waarschijnlijk toch nooit van zijn leven ga vinden op de kaart. Dus dat heeft geen nut om daarnaar te zoeken. Dan kan ik beter zoeken nou. Mijn energie gebruiken om iets anders te zoeken. Om een andere stad te vinden, een ander bordje. Wellicht een domeinnaam. Wellicht, kijk hier een ander bordje. Dit zou zelfs nog Estland kunnen zijn. Hallo? Oh, wauw. Dit is echt gewoon... Ook gewoon allemaal zo dichtbij, hè? Het is nog 15 seconden. Ik zet hem gewoon hier weg, dat is mooi in het midden van die grens. Het is het enige wat ik heb. Het is weinig, maar we zullen zien. Het was in het uit. Het was in. Ja, in het fritje van Litouwen bij Wit-Rusland. En, nogmaals. Ik ben blij dat mijn verstand zei van, oh ja, je moet die pakken. Dit zal waarschijnlijk wel Turkije zijn, gok ik. Zoals de flatsgebouwen eruit zien en zo. Is dat niet onwaarschijnlijk. Nou is dit wel een hele interessante. Waarom je niet altijd op de domeinnaam moet afgaan. Want .sl zou wijzen op Slowakije. Of is het Slovenië.sl? .sb. Oh, dat is een interessante. Nogmaals, ik denk niet dat dit één van de twee is. Ik denk eerder dat dit... Ik begin te twijfelen. En een twijfel is nooit goed. Ja, want dit is niet per definitie Turks. Ik ga iets anders kiezen. Ja, noem me maar gek. Noem me maar gek. Maar, Berat, kijk eens. Ah, oh, ik ben niet gek, godzijdank. Ik denk al van, wat ik zie staan is niet Turks. En ik weet, het enige andere wat dan... ook maar enigszins logisch zou zijn, zou Albanië zijn. Dus ja, nou ja, en ik had gelijk. Oh wauw. Oh weet je, dan heb ik niet .sl zien staan, dan heb ik waarschijnlijk .al zien staan. Dan was dat gewoon vervormd door de rest. Zullen we eens even kijken voor de zekerheid? Misschien wel leuk om te kijken. Want ik heb toch nog tijd en ik ga echt niet precies terugkijken waar dit was. Daar is die bus. Nee, dat is niet die bus. Ik ben die bus al lang voorbij je. Ah. Nou, ik had hem inderdaad niet gevonden, want ik had alleen maar hier gezocht, dus ja. Goed punt voor mij. Mooi. Deze gaat wel wat lastiger worden. Ik ben bang om hier in een val te vallen. Want mijn gevoel zegt me dat het Japan is. En de
vorige keer dat ik dat dacht bij een dergelijke locatie, ben ik er heel hard ingetrapt en bleek het uiteindelijk Taiwan te zijn. Maar wat ik daar zag staan, zou in ieder geval al één pluspunt voor zijnde Japan moeten opleveren. En gezien sommige van de plantengroei, natuurlijk is dat niet iets super definitiefs, zou dit mogelijk zelfs Hokkaido kunnen zijn. Maar goed, nogmaals, dat is niet 100% definitief natuurlijk, hè? Vergeet het niet. Ja, dit lijkt inderdaad wel meer en meer op Japan. Ik hoop eigenlijk dat we hier een... hoe moet dit een... Nee, dat is het niet. Misschien hier. Dit is... Ik hoopte eigenlijk een Japan post aan te treffen, maar... Voorlopig komt daar weinig van terecht. Ja, joh, dit is... Ja... Wat ik zeg, met name ook door die plantengroei dat ik ook zoiets heb van... Dat helpt wel, zeg maar, om te bepalen wat dit zou kunnen zijn. Het probleem is dat... De vorige keer was ik ook 100% van overtuigd dat het zo was. En toen zat ik ook 100% naast. Dus. Oh nee. Dit is 100% de bevestiging. Oké. We gaan gelijk kijken of ik gelijk heb. Dat Yoshi en Furubari. Ik weet nogmaals, dat het Hokkaido is, dat is echt helemaal nergens op gebaseerd. Nou, ik had wel gelijk. Ik ben blij dat ik in ieder geval toch nog een beetje dat herken, zeg maar. Dit lijkt een beetje op Amerika / Canada. Maar ik ben er nog niet zeker van. Ik wil even het bord van die zegt erbij zien. Zou ook. Ja, dat helpt echt helemaal niks. En dat zelfs nog minder. Dit zou wel eens het maak- of breekpunt van deze aflevering kunnen zijn. Oké, Wynyard is heel duidelijk de... Lijkt mij de naam van de plaats waar we zijn. Nou gaat de vraag zijn waar. Oké, ik denk dat dit wel... Vrij duidelijk... Amerika of Canada gaat zijn. Vraag is waar. Die bomen doen mij in ieder geval vermoeden dat het waarschijnlijk Canada is. Tel dat op bij het feit dat... we op zo'n kiezelweg zaten en... Ik moet aan Saskatchewan gaan denken. Opvallend trouwens, hè? We zijn in zoveel verschillende locaties geweest. Weinig blinde vlekken. En we komen hier en overal blinde vlekken. Dat is gewoon niet te geloven, jongens. Ik snap daar geen reet van. Echt niet. Kijk, als ik geen
verdere specifieke aanwijzingen krijgen waar dit is. Dan ga ik hem in op Burter gooien. Maar wat ik zeg, dat is echt puur omdat ik zeg van nou ja, hè. Geen verder bewijs. Dus ja, Saskatel. Nee, dit is Saskatchewan dan. Ik ga nu puur uit op het feit dat er Saskatel staat. Het is echt zo klein. En ik had gewoon gelijk. Ik ben blij dat ik in ieder geval dat kleine beetje zo had van, in ieder geval in mijn achterhoofd had van, het kan Saskatchewan zijn. Dat is een hele goede ronde trouwens geweest. Dat is het verste wat ik ergens van weg ben geweest. Is het deze geweest? Ik denk wel. Zelfs dat was 4000 en een beetje, denk ik. Hè? Dus het tweede. Het tweede was volgens mij inderdaad. Ja, het tweede was inderdaad dat. Huh. Lekker hoor. Nou, dat was hem voor vandaag. En dan zeg ik tot morgen.